gast in mijn keuken. Dit is Bert Meijer. Bert Meijer is eigenlijk mijn voorgangster bij NRC. Zij heeft 18 jaar lang de kookrubriek verzorgd. En dat is nu 20 jaar geleden ongeveer? Ja. Tot 20 jaar geleden? Ja, tot begin 90 jaar. Ja, en Bert die mailde mij op een gegeven moment toen ik begon te schrijven voor NRC. En daar is een jaar lang mailcontact uit ontstaan. Hè? Ja. Alleen we hadden elkaar nog nooit ontmoet. En daar heb ik haar uitgenodigd en ze wilde heel graag komen koken hier. Wat gaan we precies maken? Want jij hebt het bedacht. Ja, we gaan een lamsterrine maken die ik heel lang geleden heb bedacht. En die ik intussen een beetje heb gemoderniseerd. Wat kan ik doen? Zal ik de spinazie even... Ja, als jij de spinazie doet... Laten slinken. Het is ook lekker dat je wilde spinazie hebt. Dat heeft meer smaak. Ja. Nou, en ik ga even de paprika roosteren. Oh ja. Zo. Kijk, als je het boven die vlam houdt, dan zie je vanzelf dat velletje gaat blakeren. En dat moet eigenlijk helemaal geblakerd zijn. Je kunt dat ook onder de grill gewoon doen, hè? Ja. Duurt een beetje langer. Ja, het duurt langer. Ik doe het eigenlijk ook altijd zo. Heb je toevallig een plastic zakje waar we zo meteen even in kunnen doen? Ja. Voilà. Dank je. Ja, die spinazie, dat gaat heel snel, hè? Dat laat je gewoon even slinken en dan is het klaar. Zal ik ook wat pijnboompitjes alvast roosteren? Want die gaan er ook in, hè? Ja, graag. Ja. Weet je, Janneke, in de periode dat ik dit recept bedacht, in de begin jaren 80, toen waren er nog helemaal geen pijnboompitjes te koop in Nederland. Nee, dan nou? Nee, oh, echt? Dat kan ik bijna niet voorstellen. Ik kende ze uit Zuid-Frankrijk en dan zochten we ze onder de bomen in van die dingen en dan peuterden we ze eruit. En dat wist je omdat ze deden, ja. Die vrouwen daar, die deden dat ook, dus ik deed het gewoon na. Wat leuk, wat joh. Wat ik gezien had. En dan zette je dat wel in de krant? Ja, maar nou, moet je uitleggen wat het was? Nee, kijk, dat zit nog niet in het authentieke recept wat in mijn boek staat. Okay. En wat in de krant stond toen. Hè, maar ik heb het recept inmiddels gemoderniseerd. Er gaan allemaal pistachenootjes in, hè? Ja, en pistaches goed tegen de cholesterol. Dus wat je door het lamsvlees naar binnen krijgt, dat haal je eraf met een pistache. Oh, dat wist ik niet. Uit. Ja. Oh ja, die spinazie die is klaar, die is mooi geslonken. Gaan we hem goed laten uitlekken, Bertje? Ja. Ja, die paprika die is nu afgekoeld en dan is het veel makkelijker om dat velletje eraf te halen. Dat kan je er eigenlijk zo... Hij is nu toch nog een beetje warm. Ik denk dat ik hem even onder de koude kraan hou, Janneke. Ja? Ja. Oké, hier, dat kan hier. Moeten we even... Ja, zo gaat dat wel, denk ik. Okay. Ik hak even de spinazie fijn, hè? Ja. Kijk, nou kan je het er makkelijk afhalen. Oh ja. Oh, dat ruikt lekker, zo'n gegrilde paprika. Ja, heerlijk is dat, hè? Zo. Doe je een klein beetje grof zout bij. En dan kun je dat helemaal... Nee, dat doe je zo. Doe jij het maar. Ik zal je even laten zien hoe je dat doet. Dat doe je... Wacht even. Dat doe je zo. Kijk. Je maakt er als het ware pulp van. Leer ik er wat, hè? En dan is die smaak zo mild, lekker mild. Ja, want in een pers, ik gebruik eigenlijk zelden een pers, want dan wordt het heel, heel hard van smaak van, hè? Ja. Heel scherp. Ja. Ik ga vast mengen. Ja, heel goed. Het lams gehakt. Heb je iets nodig of doe je dat met je handen? Ik vind het lekkerder om het even met een vork te doen. Dat lekker om met mijn handen te doen? Ja, jij doet dat met je handen. Alsjeblieft. Dank je. Zal ik wat koriander snijden? Niet alles, hè? Nee. Er moet een beetje voor de garnering achterblijven, maar het is niet zoveel. Die uien moeten klein gesneden zijn, dus ik loop het altijd even na. Het is al een beetje glibberig uien.
Kan ik nog iets doen? Ik heb de oven alvast op 180 graden gezet. Oh ja, dat is goed. Zullen we het in deze vorm maken? Ja, ik vind het wel mooi. Bert heeft twee vormen meegenomen. En ja, dit is wel een hele mooie terrinevorm, toch? Ja, prachtig. Oké, inzetten? Ja, doe maar. Olie of boter? Olie maar. Olie? Ja. Dit is een heel mooi buffetgerecht, hè? Als je een feest geeft. Ja. Dan, want hij kan geloof ik ook koud geserveerd, toch? Ja, ik kan koud geserveerd en het is zeker voor zomer een lekker gerecht. Want je kan het warm eten, maar je kan het ook gewoon met de picknick. Je kan het meenemen als je gaat picknicken. Oh ja, oh, dat is wel heel... Olijfolie. We moeten die tomatenpuree ja. Hoeveel heb je daarvan nodig? 1 eetlepel. Oké. Okay. De knoflook, die gaat erin. Hè? Ja. Hoeveel boter? Ja, boter is eigenlijk, ja, ik vind het lekker. Ja. Het is alleen om het lekker, omdat ik het lekker vind. En we zijn toch iets lekkers aan het maken? Ja. Laten we daar niet van bezuinigen. Maar sommige mensen... Zoiets? Ja. Nou, je kunt het dus uitlaten als je... Dit is genoeg hoor, ja. ...aan de lijn doet of zoiets. Ja. 4 eieren. Rozijnen. Dit? Ja, dat is goed. Ja, prima. En die pistachenootjes. Ook een handje? Ja, en de koriander. En wil je die gehakt hebben of... Nee, dan krijg je een mooie structuur. Zo? Ja. En een pijnmanpitten. Ja, dat en dan feta kaas. Hè. Ik heb Turkse feta gekocht. Vind je dat erg? Nee, die is heerlijk. Ja, die is vind ik heel zelf ook mild. Lekker. Ja. Mag eigenlijk geen feta heten, hè? Maar is wel heel lekker. Ja. Hoeveel zullen we daarvan doen? Zullen we de helft hiervan doen? Ja, prima. Ik kan het beter hierboven doen. Ja. Zo toch, verkruimeld? Ja, helemaal verkruimeld, ja. Nee, dat is precies goed, ja. God, wat ruikt dat lekker, hè? Ja, hè? Ach, verrukkelijk. Er zit ook zoveel smaak in. Ja. Waar moet de spinazie eigenlijk? Die moeten nu... Oh, ja, doe die er maar in, ja? Want we hebben alles er verder in. Dan kan de spinazie er nu in. Ja, ja. Zo, nu gaan we het even verdelen. Wacht eventjes, zo. Ja, het is echt een mooi gerecht. Een mooi zomergerecht. Als je nou heel snel wil zijn, misschien is het een beetje vloek in de kerk, maar als je heel snel wil zijn, kan je dan diepvriespinazie gebruiken en van die gegrilde paprika's uit een pot? Ja, ja? Natuurlijk. Ja. Okay. Ja, ik bedoel, gemaakt dient de mens. Gaan we niet moeilijk over doen. Oké. Okay. Heel mooi. Wel mooi uit. Ja. Mag die in de oven? Ja, hebben ze een paar sliertjes over. Oké, okay. En hoe lang zetten we hem daarin? Een uur. Een uur. Maar hoe weet je dan of die gaar is? Door erop te drukken. Oké, okay, ja. Als het een beetje stevig aanvoelt, dan is hij klaar. En je kan ook een breinaald of een vork erin prikken, ja, als het allemaal droog eruit komt. Ja, ja. Het is net als met een cake. Het vocht helder. Ja. Ja. Hij mag eruit, hè, Bert, hè? Ja, ziet er goed uit. Ja. Ja, de eerste is het lastigst. Oh ja, kijk nou. Ja? Mooi zeg. En je ziet alles ook nog zitten. De pijnmanpitjes. Ja, het is heel mooi om te zien. De confetten. Ja. Nou jongens. Dit is hem dan. Hij is nog een beetje warm, hè? Je begrijpt, als hij koud is, dan wordt hij wat stijver ook, ja, hè? Ja, dan kun je makkelijker in plakken snijden. Maar ik vind hem warm ook heerlijk, hoor. Mm-hmm. Heerlijk. Prima. Ik vond het een eer om je in mijn keuken te hebben. Dank je wel. Het was een eer om erbij te zijn, ja.